Het is onze oneindige diversiteit die mensen tot mensen maakt. En die onze samenleving ook sterk en bijzonder maakt. Je hoort als mens vrij te zijn in wie je lief hebt, hoe je gezin eruit ziet en hoe je je identiteit ziet en wilt uitdragen. En voor die vrijheid knopt GroenLinks. En dat betekent handelen, dat betekent beschermen. Overal, op scholen, op werk, in de straten, in verzorgingstehuizen. Het betekent ook stelling nemen. Wij staan discriminatie niet toe. En dat betekent inderdaad dat artikel 1 van deze grondwet moet worden aangepakt. Ik heb als Europarlementariër en lid van het College van de Rechten van de Mens altijd hard geknokt voor gelijke behandeling en tegen discriminatie van LHBTI's, maar ook van gemarginaliseerde groepen. En dat zit ook in het DNA van GroenLinks. Een mens moet altijd zichzelf zijn. Dat geldt voor de LHBTI-gemeenschap, dat geldt voor de lesbische moslima, dat geldt voor de zwarte transvrouw, dat geldt voor de christen met een intersekse conditie, dat geldt voor ons allemaal. En daarvoor, die diversiteit, moeten wij staan.